Je staat op het punt een module te gaan volgen waarin wij als voetbalvereniging aangeven wat we ontzettend belangrijk vinden. De voetbalvereniging Zuidhorn heeft een computerprogramma ontwikkeld om leiders en trainers bewust te maken van hun gedrag bij wedstrijden en trainingen. Met het programma wordt de voorbeeldfunctie van deze officials nog eens benadrukt. De tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere is voor de club in Zuidhorn aanleiding om het programma te maken. Zomaar een wedstrijd, zoals er elk weekend duizenden worden gespeeld. Soms ontaardt zo'n potje in ongeregeldheden en in Almere had dat fatale gevolgen. De KNVB vroeg de club stil te staan bij die gebeurtenis en de club in Zuidhorn heeft dat opgepakt. Die module die richt zich met name op situaties waar een leider of een trainer mee te maken kan krijgen en hoe hij daar vervolgens mee om kan gaan. En de leider en de trainer wordt er vooral op gewezen dat zij een voorbeeldfunctie hebben binnen de vereniging. Zowel naar de spelers toe als ook naar ouders en mensen die rond het veld staan. Het programma is opgezet in samenwerking met deze vier studenten van de Hanse Hogeschool. Allerlei praktijksituaties worden erin behandeld. Ik ben er aankomend zaterdag niet bij voetbal. Ik heb een familieweekend. We hebben foto's gemaakt als ondersteuning ervan en video's gemaakt daarvoor. Wat is dit nou schuit? Dit is een zwalmer! Wij denken dat het heel veel potentie heeft natuurlijk. Als de KNVB hier iets zou mee gaan doen, dat weten we natuurlijk niet. Natuurlijk zouden andere clubs dit ook kunnen gebruiken. Aan de hand van meer keuzevragen wordt duidelijk welk beleid de club voert en wat van trainers en leiders wordt verwacht. We hebben rond de 40 teams. Nou, als je twee leiders en een trainer bij elk team hebt, dan heb je het al tussen de 100 en 150 man. Nou, om die allemaal te kunnen benaderen, zeg maar, dat is een hels karwei, hè? Als je de mensen allemaal op de club wilt krijgen, nou, dat betekent nogal wat. Nou, op deze manier kan iedereen het gewoon in zijn eigen tijd doen. Op het moment wanneer het hem uitkomt, thuis achter de computer. De module is nu dus alleen nog voor leiders en trainers. Maar de club denkt erover na om hem ook voor ouders en andere betrokkenen open te stellen.